We zijn hier bij Sporthal Snellepoort in Woerden, waar vandaag 150 vluchtelingen arriveren. De voorbereidingen zijn in volle gang en we nemen even een kijkje binnen hoe de vluchtelingen worden opgevangen vandaag. Het gaat echt om noodopvang. Basale voorzieningen, zoals hier de toilettenblokken. Ja, 150 man moet hier gebruik van maken. Stel je voor, in de kou, buiten, ook 's nachts. Maar nogmaals, minimale, basale voorzieningen. De vluchtelingen komen straks hier binnen, bij de achterkant van Snellepoort. Worden hier geregistreerd. En dit is het eetgedeelte, waar iedereen kan eten. En hier, de bedjes. Dit is het dan. Kort op elkaar. Bedje, laag bij de grond. Stoeltje erbij. That's it. Naast de sporthal sta ik hier in de gang. En aan deze gang aangrenzend kleedkamers en nog wat andere ruimtes waarin wellicht gezinnen met kinderen of moeders zich om kunnen kleden. En hier een tent ingericht voor dames die hun hoofddoek willen verwisselen, maar niet in het bijzijn van mannen. Dat kan hier afgeschermd. De gemeente heeft hier een coördinatiepunt ingericht waar alle ambtenaren en medewerkers kunnen vergaderen, overleggen. Hier vandaan wordt bijvoorbeeld de aankomst geregeld, maar ook de lunch, het vertrek en ook een gedeelte communicatie wat hier aanwezig is. De vluchtelingen zelf, die komen vanmiddag of begin van de avond. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.